Dit is de Nieuwe Kerkstraat in Zevenbergen. En in deze eerste zaak van Bureau Brabant zijn we op zoek naar de daders van een gewapende overval. Daarvoor moeten we even terug naar donderdagmiddag 22 november vorig jaar. We hadden net ons boterham gegeten, 10:30. We gingen weer aan het werk. En ineens hoor ik de bel. Dus ik spring op en loop naar de winkel in. En ik zie twee mannen met een bivakmuts. Waarvan de eerste al gelijk zijn pistool trekt. Dat ik dacht van oké, dat is niet helemaal... Helemaal goed, zeg maar. Het is ongeveer 12:15 als de overvallers binnenkomen. De achterste dader trekt nog net een bivakmuts voor zijn gezicht en opvallend, hij draagt een korte broek. De voorste dader richt zijn pistool meteen recht op de juwelier. Ja, op het moment dat het pistool uit de jaszak komt en op je gericht wordt en ze zeggen van geld en sieraden, dan realiseer je al dat het een serieuze zaak is. Dan loopt één overvaller weer even terug naar de toegangsdeur. Het lijkt erop dat er contact is met iemand buiten, misschien wel een derde dader. De andere overvaller is ondertussen het magazijn ingelopen. De juwelier probeert hem nog tegen te houden. Met grof geweld gaan vervolgens de nodige vitrines aan diggelen. De overvallers pakken wat ze pakken kunnen. Ze maken zoveel lawaai dat het zelfs buiten te horen is. Want ineens komt er iemand kijken wat er aan de hand is. Kennelijk schrikken de overvallers hier zo van, want meteen kiezen ze het hazenpad. Ze rennen de winkel uit en gaan dan die kant uit, richting de Noordhaven. En ze hebben flinke haast. Hopelijk zijn er mensen die zich de twee vluchtende overvallers herinneren. Vanaf de Noordhaven komend slaan ze vervolgens de Lange Noordstraat in. Getuigen zien ze dan hier dit steegje inrennen. Ze komen dan uit aan de achterkant van de huizen aan de Lage Wipstraat. En weer vluchten ze verder. En hoe? En waarmee de daders vervolgens verder zijn gevlucht, dat willen we uiteraard graag weten. Het kan zijn dat ze de boel hier vooraf hebben verkend. En dat kan mensen ook weer zijn opgevallen. Denk nog even goed na en neem contact met ons op als u een vermoeden heeft. Op de vluchtroute van de daders vond de politie later dit zwarte vest, deze witte handschoen en deze werkhandschoen. Uiteraard worden alle spullen onderzocht op sporen. Maar ook aan u de vraag, zegt dit vest u iets of misschien de handschoenen? Op donderdagmiddag 22 november rond 12:15 overvallen twee gewapende mannen een juwelier aan de Nieuwe Kerkstraat in Zevenbergen. Met sieraden gaan ze er vandoor. Mogelijk zijn ze van Oost-Europese afkomst. Opvallend, het was 22 november en toch droeg een van de twee een korte broek. Is u opgevallen dat er ergens tegen opvallend lage prijzen sieraden te koop worden aangeboden? Laat het dan weten via de nummers in beeld. Bedankt voor het kijken en meedenken. En wil je nu ook bij andere zaken helpen? Abonneer je dan op dit YouTube-kanaal. En wie weet kun je ons helpen bij deze zaak of deze zaak. Bel met je tips 0800 60 70.